voor Palestina. En alle mensenrechten in de wereld. En alle arme snoepers. Helemaal niet. Ik op zijn oude man erin. Verworpenen der aarde. Dat je verenigt u. Dus de mensen die hun baan kwijt zijn, hun huis kwijt, hun inkomen. Even niks meer te verliezen hebben en dit kan de katalysator worden, ja, denk ik. Dat weet dat mensen verenigen. Ja, christenen, alles. Nee, maar gewoon de armen. Ja. De armen en de onderdrukte. Ja, want het heeft niks met ras te maken of geloof. Ja, vind ik ook, want ik spreek zelf. Nee, ik spreek zelf. Kijk, het is niet Israël, het is niet de Joden, het is niet de Marokkanen, in mijn mening. Ja, ja. Het is de elite. Ja, klopt. Ik denk de Rothschild-banken. Ja, whatever. Ja, ja. Noem het hoe je het wil. Maar ook Israël, dan zeggen ze, ja, Israël, dan zeg ik altijd de elite van Israël. Ja, 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 want ik ben in Israël geweest, ja. Er zijn heel veel Joodse jongens daar, Israëli's, die er ook helemaal op tegen zijn. Volk heeft hier niks mee te maken. Nee. Dat precies, en dat is, ze gooien altijd Israël, ja. Amerika. Stempelen. Ja. Wij, juist, nationalisme, wij houden van Holland, ja. Wij houden van niet. Maar het is de elite, ja. Want ook, het is niet een ras of een volk, het is arm en rijk. Ja, ja, mij mee. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar het is wel heel erg wat er gebeurt. Ja. Ik heb net ook shotjes gemaakt vooraan, je voelt gewoon de emotie, je voelt gewoon de pijn. Het is verschrikkelijk. Ja. Wij hier staan te praten voor de mensen van woord. Ja. Ja, kinderen. Ja, heel 75%. 75% is de... Ja, is het dan ook niet zo om juist die hectes te creëren? Dat ze dus collateral damage bewust kinderen gaan ook bombarderen, zodat de mensheid op gaat staan. En dan problem action solution. En dan komen ze met de New World Order. Ik ga precies wat ik bedoel. Ik denk af en toe al, was voor de complottheorieën. We zitten al in die boel. Politie staat Nederland. Als je ziet wat er nou weer in Oekraïne van Agadabra gebeurt, toch? Wat moeten we daar nou vechten? Waar gaat het daar over? Saligas, het gaat over gas. Want daar kom ik ook pas achter. Ja. Ik denk, waarom maken ze zich nou zo druk om de Oekraïne? En dan blijkt een mega gasvoorraad te zitten. Ja, en dan werd Saligas in het bij ons koninkhuis. Ja. Die doet allemaal geweldig. Hey, je ziet er goed uit, oh, jij ook. En ben ik wil even een fotootje ook met jou. Graag. Ik heb respect voor je. Ja, ik heb respect voor jullie, want jullie zijn de real strijder. Ja. Jullie vechten. Jawel. Jij doet ook voor de sessie. Nou ja, dat is het enige. En, maar jullie betalen echt met je huis en je leven. Ja, niet alleen maar mijn huis en mijn leven, ook mijn kinderen en mijn huis. Ja, jullie zijn eigenlijk verzetstrijders. Ja. Ik ga wel. We zijn vandaag hier geweest om een impressie te maken van de demonstratie tegen de onmenselijke bombardementen die de elite van Israël uitvoert op de onschuldige Palestijnse vrouwen en kinderen met steun van de elite van Amerika, de elite van Nederland, de elite van, eigenlijk van de hele EU. Men praat in de mainstream media steeds over USA, Israël, Nederland. Maar waar het eigenlijk om gaat is de elite van Nederland, de elite van Amerika, de elite van Israël, die op dit moment overal lopen te plunderen en te moorden. Zowel in de Gazastrook als in de Oekraïne wordt de massa opgehitst om elkaar te lijf te gaan. Maar uiteindelijk zitten alle mensen, alle gewone mensen, of het nou in Israël is of in Nederland, of het nou Joodse mensen zijn of Marokkaanse mensen of christenen of islam, het gaat er gewoon uiteindelijk om arm en rijk. De 99% have not en de 1% have all. En die 1% is de baas van de mainstream media. En die hitst die 99% wereldwijd tegen elkaar op. En misschien is hier vandaag een vonkje ontstaan dat de Palestina-demonstratie een katalysator gaat worden, dat de mensen, zeg maar, de gewone man in Israël, de gewone man in Gaza, de gewone man in Nederland en in Europa en in Amerika, zich is niet meer zo laat ophitsen door die
mainstream pulpwalgelijke media die niks anders aan het doen is als de boel aan het ophitsen tegen elkaar. En het walgelijkste van de afgelopen twee weken, ik heb er haast geen woorden voor, dat is die vreselijke, walgelijke comediant, huilenbalk Fransje Timmermans, die een soort ei van Columbus ontdekt heeft voor de tokkies, die bij elk verhaal wat hij houdt, spontaan, gescript begint te huilen en te krijtsen dat we toch zo'n geweldig vaderland hebben. En de mensen lusten er op een of andere manier wel pap van. Het is onbegrijpelijk dat ze deze charlatan niet doorzien. Thank you.